Hi, ik ben Julia en ik ga jullie een hele vette galaxy techniek laten zien door middel van Posca stiften. Dit is het object waar ik op ga tekenen. Het is van hout. Ik heb hem vast even zwart gemaakt als ondergrond, de basis zeg maar. Dat heb ik gedaan met de hele grote Posca, de PC17K. Hiermee kan je heel snel de Posca inkleuren. Dus dat heb ik vast eventjes gedaan. Nou, wat ga ik doen? Ik ga een galaxy effect creëren door te blenden met mijn vingers, met een schoonmaakdoekje, met de stiften zelf. En ik ga jullie ook een Posca techniek laten zien. En dat is door middel van heel hard te blazen zo tegen de stift, waardoor dat je spikkeltjes krijgt. Ik ga jullie het allemaal laten zien. Maar we gaan beginnen met de galaxy, de bovenkant. Wat je doet. Eigenlijk begin je gewoon vrij willekeurig, begin je een soort van vlekken erop te zetten. En de kleuren die ik gebruik zijn blauw, paars, roze en rood. Maar we beginnen met blauw. We zetten gewoon random eigenlijk wat vlekken op. Loopt ook even over naar de zijkant zo. Gewoon een beetje verdeeld over de doos. Tijdens het tekenen duw ik ook een paar keer op het punt, zodat er weer nieuwe natte verf uitkomt. Zo, de eerste vlekken staan erop. Wat je doet, je hebt van die vochtige schoonmaakdoekjes. Het kan gewoon ook een vochtig keukenpapiertje zijn bijvoorbeeld. Maar daarmee kan je heel fijn op hout en op papier bijvoorbeeld blenden. Dus wat je doet, je gaat er gewoon zo overheen en je zorgt dat de kleuren mengen met elkaar. En je dept het daarna als het ware er overheen. Doordat het doekje ook een beetje vochtig is, mengt het nog beter. Dus je dept het zo erop. En je zorgt gewoon dat het een beetje wazige vlekken worden. Zo, dit is de eerste laag van je galaxy heelal. Dan ga ik verder met roze. Die zet ik er ook weer gewoon random op. Deze blend ik alvast voordat het opdroogt, door erop te deppen. Zo, dus zo zie je al een beetje het galaxy effect wat gecreëerd wordt. Ik ga nog door met de paars, de hoek ook een beetje. Zie ik dat hier nog een beetje roze nodig is. Dit dep ik ook weer. Dus krijg je echt een beetje dat wolkerige effect, zeg maar. Vaak zit er ook nog wel een rood tint in een galaxy. Dus die past wel mooi bij het roze. Minder bij het blauw, dus echt meer bij de roze vlekken. Hier is die ook mooi. Zo.
Dan ga ik nu glitter toevoegen. Dus ik heb hier een Posca, de glitter variant. Die doe ik erop. En met mijn vingers spreid ik het uit. En dan komt voor mij pas echt het Galaxy effect naar voren. Als je die glitter erbij hebt. Dus die stop ik dan voornamelijk in het blauw. Wat ook mooi is, als je zeg maar met glitter gewerkt hebt en hij is eigenlijk van je vinger af. Als je dan over het zwart heen gaat, krijg je hele kleine glittertjes. Zo krijg je een soort van sterretjes, als het ware. Als je met blauw gaat, dan zie je het dus beter. Het doekje weer. De glittergeel. Die geeft net wat accentjes. Die moet je niet te veel doen, want het is best wel een felle kleur erin. Maar die geeft wel net mooi een effectje eraan. Dat doe ik dan voornamelijk bij het rood eigenlijk. Zo, dit is de basis voor je Galaxy lucht. Nu zit er in een Galaxy ook vaak zitten er wolken. Dus die creëer ik door middel van een witte Posca. Dit doe ik door een vorm van een wolk te tekenen. En die vervolgens met mijn vingers uit te blenden. Krijg je een wat vagere wolk. De plek maakt ook niet zoveel uit waar die komt, maar gewoon voornamelijk waar je hem mooi vindt. Yes, dan vervolgens ga ik de wolken aanzetten met wit. Met een dunne, langs de randjes. Maar heel, heel schetsmatig, gewoon niet te strak. Dit is je Galaxy. Dan komt nu het leukste effect en dat is het blazen met de Posca. Dit is wel eventjes oefenen, dus probeer het eerst even op een papiertje uit. Maar wat je doet, je zet je vinger op de Posca stift. Vervolgens doe je je lip tegen je nagel aan en je blaast als het ware in één keer zo tegen de Posca stift aan. En dan krijg je hele kleine spettertjes. Dus zorg van tevoren wel goed dat de Posca punt goed nat is om erop te drukken. En ga vervolgens gewoon, zoals je ziet, dit zijn hele kleine spikkeltjes. Als je harder blaast, krijg je hardere, grotere spikkeltjes. Zo zie je dus spikkeltjes. Zo zie je ze langzaam ontstaan. En aan alle kanten zitten nou spikkeltjes. Om het af te maken is het nog leuk om wat grotere sterretjes erin te stoppen. Dus net op plekken waar dan net niet genoeg spikkeltjes zijn gekomen, zet je nog even wat extra stippen.
En bijvoorbeeld van die ja, sterretjes, van die bling dingetjes. Wat ook leuk is om er zo'n sterrenstelsel in te tekenen. Dus bijvoorbeeld sterretjes met streepjes ertussen. Dit is volgens mij de steelpan, als ik het goed heb. Of de grote beer. Dus, dit is het resultaat van de Galaxy techniek met Posca. Je kan het onder andere ook op textiel gebruiken. Ik heb het nu dan op hout gebruikt, maar dus ook op textiel, op papier, metaal, glas, keramiek, op alles. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te kijken en veel plezier met het maken van je eigen Galaxy.